Jullie mensen van Another Gaming, welkom bij vandaag weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Another Gaming. Vandaag gaan wij weer verder met onze City Skyline serie. Aflevering nummer 3 is het al. En waar we de vorige keer waren gebleven, hadden we 24.000 man ongeveer. We gingen wat geld in de plus uiteindelijk. En onze stad werd steeds groter en groter. Maar waar we met het probleem mee zaten, waren het niet genoeg werkers. Oké, dus waar we het probleem mee hadden was dat we niet genoeg werkers hadden. Dus niet genoeg educated people. Nou, daar gaan we proberen vandaag aan te werken. Dus we bouwen even wat meer scholen. Etcetera, zodat we meer mensen aan het werk kunnen krijgen. Dat we ook steeds meer mensen kunnen helpen. Dus wat we gaan doen is... We gaan in de game duiken. En wij gaan even selecteren een school. Kijk, ik wil natuurlijk ook geen... universiteit van 75.000 euro plaatsen, want het is gewoon totaal niks waard. Deze 75. Nee, wat we gewoon moeten gaan plaatsen zijn is gewoon een beetje high school-achtig. Nou, universiteit is misschien wel makkelijk om dat even te gaan plaatsen, snel. Kijk. Ja, mensen zeggen gewoon hier not enough educated workers, dacht ik. Not enough workers. Not enough educated workers. Dus dat gaan we zo snel mogelijk proberen te fixen. We gaan ook heet het 29.000 euro in de plus. Ja, we hebben hier gewoon heel veel... dingen. Zoals gebouwen die gewoon eigenlijk niet helemaal lekker lopen, laat ik het zo maar zeggen. Alle witte huisjes, zoals ik al zei in de vorige aflevering, kan je dan heel mooi zien. Die zijn gewoon leeg. Die zijn gewoon uitgestorven. Kan beter zeggen. Het is moeilijk voor mensen dingen aan het upgraden en dat soort dingen. Mensen worden ook blij als die leegstaande huisjes weggaan. Want dan gaan nu namelijk hun value van hun huizen ook volop omhoog. Dat vinden ze dan wel altijd wel chill. Nou, dat vind ik ook chill. En dan hou je ook een beetje je stad een beetje schoon. Ik denk dat het niet mogelijk is om een stad te hebben die niet aan de eisen kan voldoen. Nee, die wordt net gebouwd, dus dat wordt hem niet. Dat wordt hem wel. Zo ziet, krijgen mensen het ook weer bij, maar ook weer gaan er ook weer heel veel af. Dus wat gewoon is, we moeten gewoon zorgen dat we eigenlijk een beetje in de plus komen te zitten. Kijk, hier gaan gewoon iedereen die hier staat, die heeft gewoon niet genoeg. En ik snap ook niet waarom ze die deuren sluiten dan, want ze hebben wel educated 5. En educated zijn 2, dus 7 van 18 werkers. Ze kan gewoon met 17 man, 7 man elkaar gewoon letterlijk toch zeggen van, laten we gewoon werken. Lijkt mij dan tenminste, hè. Ik weet niet hoe andere mensen daarover denken, maar blijkbaar vindt deze game het niet leuk als je zo weinig mensen hebt of zo. Dooien. Oké, ja, we hebben weer een probleem met dit dooien, zie ik hier. Ja, ik ga jou ook niet plaatsen, want alsnog hebben we niet genoeg mensen hiervoor. Kijk, we beginnen hier met het kopje dooien. Ja, dat is een fat kloot is dit. Want, ja, dan moeten we hier gewoon langs. Hoppakee. En dan moeten we hier van die cemeteries en zo gaan plaatsen en bouwen. Die grafplaats. Hoppakee. Bouw je die flikken maar eens voor je ook. Oh nee, ook maar even mooi. Hartstikke idee. Nou, die mensen gaan rijden hier. Even kijken hoeveel auto's hebben ze. 6 van de 10, 7. En deze gaat ook 8. Dus het gaat in ieder geval rap. Met de dooien. Deze 10 van de 10. Zijn die huizen hier allemaal gebouwd dan? Nog niet hier. Kan deze zon dan ook wel even... Oh, nee. Staat hier een huis op? Hier is ook een huis op. Hier is een huis op. Het is wel jammer. Dan zou ik een van die zones even weggehaald. Daar heb ik even high van gemaakt. Maar ja, de mensen die erop wonen. Ja, mensen vragen dat een commercieel gedeelte komt. Nou, ik wil het wel bouwen, maar het is gewoon totaal niet waard. Laat ik het daar zo maar zeggen. Want, ja... Kijk, dan kan ik ook gewoon offices gaan maken. Maar ja, als die mensen gewoon niet werk kunnen zoeken. Hup. Laatst een gedeelte van die offices erbij. Hier. Precies de helft van. Nou, dat moet lukken, toch? Als je lekker gaat bouwen, dan zorg ik voor de mensen. Nou. Ja. Nou, hij vraagt of we een nieuw land willen kopen. Nou, totaal niet nodig nu op dit moment. Dus pas als dit helemaal vol staat, dan hebben we tijd voor nieuw land. Ja, dit is gewoon letterlijk echt downtown shit. Dat hier die offices zijn.
En hier ook, alleen hier staat allemaal leeg. Oké, de garbage hier is echt vol, letterlijk vol. Empty. Empty. Hoe zit het eigenlijk met de garbage? Lukt het een beetje? Ja, het gaat wel goed. Het gaat redelijk goed in dat opzicht. Kijk, en we kunnen dan ook nog hier assistentie plaatsen. Nou, plaats ik een beetje assistentie hier nog wel. Hoppa, plaats ik een beetje. Oh ja, mensen zijn nu boos dat ze naast een ding is. We gaan wel moeten wonen natuurlijk. Nou ja, die mensen zijn gewoon nodig. Ja, mensen vragen meer kantoren en meer huizen. De huizen die kan ik ze geven, kantoren. Ja, nou, ik wil het wel doen, maar ja, dan gaan ze weer zeiken. Nou, had ik misschien niet zoveel in één keer moeten bouwen. Ik deed het wel, maar ik denk van ja, dan zei ik, jongens, nemen grote risico's. Dus ja, dan zit ook letterlijk de bedoeling van zo'n groot risico, zoals ik al zei. Qua mensen die hier zitten, valt het wel reuze mee. Dus die bouwen we hier wel een stukje voller. Nou, er zijn mensen die willen offices hebben. Nou, ik heb al eerder verteld. Dit is echt insane als ze dit zo helemaal gaan bouwen. Want er zijn mensen die nog steeds naar plek zoeken. Laat ik het zo beter zeggen. Die low commercial woningen, die kunnen we wel gaan doen. Want hoeveel minder mensen met, die gestudeerd hebben, die hoeven daar eigenlijk op. Dat is alleen maar voordeel voor ons in dat opzicht. Ja, boeven hebben we hier nog. Dan zou je toch een politiebouw ergens moeten staan, lijkt mij. Ja, die staat hier. Nou, die doet het niet helemaal zo. Oh, die worden opgelost. Nou ja, dan is het goed. Prima, toch? Die worden opgelost. 24.000 euro er plus in. Nou, dat is gewoon sick. Dat is gewoon insane. Ja, wacht even wat mensen willen hier. Nou, mensen willen een klein beetje van dit er nog bij. En een gedeelte klein beetje offices nog. Nou, bouw ik even deels offices af. Zo. Nou, als we dit stuk afbouwen met offices en zo, dan moet het allemaal wel kunnen lukken. Lijkt mij. Ik klik dit even snel weg. Ik hier even snel bij. Zo. Moet lukken als we dit zo een beetje houden. Zo is de structuur van dit te doen. Kijk, mensen mogen hier ook nog wonen als ze willen. En hier zeker nog. Zeker dat ze hier nog ook nog wel mogen wonen. Nee, eigenlijk wil ik dat dan ook een beetje high houden. Huppa. Mensen zeggen nog wel eens problemen te hebben met boefjes. Nou, alsjeblieft. Ik plaats ook nog wel even een extra ziekenhuisje. En ik plaats nog wel even een brandweerkazerne gewoon. Huppa. Zijn mensen een stuk veiliger, vinden ze dan, denk ik. Gok ik, weet ik niet. Kijk, we gaan goed in de plus. 200 nog wat mensen parkeren gewoon bij. Dat is gewoon insane. Nou ja, huizen zijn in ieder geval genoeg. Oké, ja. Kijk, die tweet is altijd belangrijk. Ze willen meer parken hebben. Ik heb even snel gelezen, ze willen parkjes hebben. Ja, dat is belangrijk. Parken zijn belangrijk, jongens. Onthoud dat. Parken zijn belangrijk. Dus als je genoeg geld hebt, jongens, plaats parkjes en zo. Want dat houdt je mensen gewoon echt trots. En blij, dan komen ze er ook natuurlijk. Nou, ik plaats het park gewoon langs de snelweg. Fuck dat. Zegt ongelooflijk. Nou ja, plaats ik daar ook nog een parkje erbij. We kunnen ook kijken naar een busstation in ieder geval. Dat we een busdepot hier hebben staan. En dan ja, gaan we in ieder geval kijken naar een busstation die een beetje rond de stad wil gaan rijden. En dat soort dingen. Dat is echt super leuk. We kunnen dan meer mensen beter naar hun werk toe. Nou, buslane. Oh, we moeten eerst even snel elektriciteit aanleggen. En we hebben een probleem met de elektriciteit. Dat dacht ik anders al. Dus dat wilt u meer investeren in van die kleine gekke dingetjes die zoveel lawaai blijkbaar maken. Dat ze helemaal gek worden ervan. Nou, het valt reuze mee. We plaatsen gewoon zoveel mogelijk van die dingen. En voorlopig hebben we er even geen last meer van. Kijk, genoeg in ieder geval. Oké, als we even pauze. Even pauze. En dan doen we die. En dan doen we create new line. Kunnen we dat doen hier? Hier. Dan gaan we naar hier toe.
Plaats 4, hier. Plaats gewoon een busstop overal. Even rennen door de stad heen. En dan gaan we hier naartoe. Zo, busstopje plaatsen. Plaats 4, dan gaan we hier naartoe uiteindelijk. Gaan we daar weer naartoe. Daar. Ja, dan is hier ook allemaal weer van alles en nog wat te vinden. Kijk, als we veel mogelijk lijntjes maken, zoveel mogelijk stops. Kijk, die mensen hier worden ook natuurlijk blij van als je die stops maakt, hè. Dan heb ik maar even één hier hebben staan. Kijk, en dan rijdt er zo'n bus, rijden allemaal bussen hier naartoe. Super goud. Kijk. Oud, maar goud. Hup. Al deze mensen hier zijn happy nu. Beetje, ik zorg dat die busstops een beetje random zijn. We zijn in ieder geval klaar hier. En dan gaan we hier naartoe. En dan doen we complete line. En dan hebben we in ieder geval een buslijn klaar. Nou, en dan laten we die bus even lopen. Kijken. 3, 4, 5. 6 bussen in use. 8, 9, 10, 11. Nou, dat telt allemaal wel lekker op. Het is alleen maar meer handel dat die dingen optellen, want... Ja, met die busstops door heen en weer. Het is echt super chill. Hoeft niet iedereen zo heen en weer te rijden. Ook. Oh, we hebben hier wel dingen die vol zitten. Ja, die moet geëmptied worden. Die moet geëmptied worden. 22, 69, 93. Ja, die moet echt leeg gaan. Deze moet ook leeg gehaald worden. Helaas. Oh, mensen willen sowieso weer gebouwen hebben. Winkeltjes vinden ze nodig. Nou, bouw even twee volle plekken van winkels. Wat ik altijd ook al wel deed, was die plaatsen de criminaliteit oplossen. Verplaatsen naar waar ook criminaliteit is. Dat heet het heen en weer. Dat was echt goud. Maar ja, nu ben ik veel slimmer daarentegen. En dan doe ik dat mooi niet. Dus ja. Wat dan dat miljoen zou ik zeggen. Ja, maar nog steeds het grote probleem. Oh, huizen hebben ze dan nodig hier ook nog. Nou, dit houden ze zo. Dus dan moeten we dit echt gaan beginnen met huizen bouwen hier. Zo, we kunnen het ook helemaal vol trekken met huizen, dit helemaal. Deze hele lijn hier. Maar ja, of dat zo echt zo nodig is, dat zouden ze ook altijd wel vinden. Hoppakee. Trekken gewoon helemaal vol dit, hè. En wat we ook kunnen doen, is hier gewoon aan de snelweg uiteindelijk koppelen. Dat we gewoon zeggen van, oké, hier heb je snelweg. Ga hier maar de snelweg op of zo. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Die hoeven ze niet helemaal via hier, maar dat kunnen ze gewoon via hier doen. Weet je dat? Dat is gewoon letterlijk wat we gaan doen. Purchase. Maar hier hoef je niet te doen hoor. Hier hoef je niet te kopen. Dus ja, wat we gaan doen is gewoon heel simpel. We hebben hier een snelweg. Zo. Ja, dit is perfect. Pakken we die erbij. Pakken we de weg waaraan het ligt. Kijk, dat is eenrichtingsverkeer. Kijk, dat is top. Want vanaf hier kan, moet je vanaf hier trekken zo. Dus dat is makkelijker. Eenrichtingsweg alsjeblieft. Oké, jongens. Ons eerste miljoen is op dit moment binnen. We hebben een totaalbedrag van 1 miljoen... Laten we zeggen 56.000 en nog wat euro's. Onze stad gaat best goed. Ik heb je eigenlijk niks over te zeggen. Ik denk dat ik nu wel een beetje wat geld ga uitgeven aan
Elementary schools. High schools. Libraries. Gaan we iets eronder zitten, maar dat maakt niet uit. En dan gaan we hier zeggen van, we hebben een public library nodig. Nou, niet echt nodig of zo, maar... Oh, daar gaan wel heel veel huizen weg dan. Oh, daar gaan ook wel heel veel huizen dan weer van weg. Dat kan ik niet gewoon draaien. Nee, dat kan ik niet draaien. Dat kan ik niet gewoon doen. Zo. Is die zo'n groot genoeg om te zeggen van, ja, oké. Okay. Ja, ik vind hem groot genoeg om te zeggen van, laten we dit gewoon doen. We gaan denken in een min. Kan een mensenaantal. Ja, dat dacht ik al. 14, 25, maar dan bouwt hij vanzelf weer op. Puur omdat er nou weer meer educated workers zijn. Gaan we weer genoeg verdienen voor stad. In ieder geval. Ja, laten we dit gewoon een beetje volbouwen met van deze leuke dingetjes. Hier kunnen de kids ook nog wat halen bij de winkels. Ja, we hebben gewoon hier gewoon... Eigenlijk als ik gewoon zeg van laten we dit gewoon pakken. Gewoon letterlijk pakken als huisaantal. Ik weet niet of het slim is wat ik heb gedaan om dit helemaal vol te bouwen, maar... We gaan het zien. Of het een beetje slim is geweest. Dat het gewoon pauperdom is. Dat ik hier al die dingen hier heb staan. Ja, geld hebben we in ieder geval genoeg daartegen. Dus als we... Oh, we gaan niet zo hard in de middel. Dat we ineens een miljoen verliezen of zo. Misschien 2 ton, 3 ton. Maar dan hebben we in ieder geval genoeg mensen over. Dan heb ik eigenlijk dus het probleem dat de garbage weer veel te vol raakt. Ja, we hebben dus 184 miljoen capacity, dus dat kunnen we storen. Land for storage op dit moment is 95 miljoen. De garbage producing door de hele stad heen is 548.000 en nog wat. Dus in principe zitten we niet vol, maar het zit op dit moment wel op een bedrag. We zeggen van, wow, yo, we hebben echt zoveel garbage, man. Deze dingen zitten ook gewoon propvol, dus die moet gewoon leeg. Zo, die dingen rijden ook weer. Zo. Dit hebben we in ieder geval. Ja, de brandweer heeft hier lekker druk. Eigenlijk moet ik dat een beetje bijprikken hier. Want het is gewoon niet normaal. Moet ik sterk hier hebben. Hup. Nou ja. Hier zijn er genoeg gebouwen die bijvoorbeeld niet werken. Of die niet willen of zo. Of die... In ieder geval slechter uitzien. Ik zeg even deze game trouwens voor even, jongens. Dus in elk geval, yes. Hoppakee. We hebben in ieder geval genoeg hebben gesaved. Ja, de huizen die we hebben verwijderd, nou ja, daar gaan we natuurlijk best wel geld van af. Dus helaas is dat zo. Maar we krijgen daar genoeg geld in straks voor terug. Zoals je ziet, zal straks op een gegeven moment op mij denk ik tot 10.000 gaan. En dan, oh, dan gaat dat 5.000, zie je. Dus dat gaat nu alweer naar beneden. Dan krijgen we straks daar gewoon weer geld voor terug. Dus bijna 1,5 miljoen hebben we nu al. Dat is echt behoorlijk lekker is dat. Want dan geeft het... Het is ook eigenlijk het teken van... Ja. Van dat je wel echt je best hebt gedaan. Als je dit ziet, 42.500 mensen trouwens, precies zag ik ze net staan. Nou, dat is gewoon insane. Dat is gewoon echt insane. Er zijn mensen die hebben 300.000 mensen. Nou, dat is echt ongelooflijk. Er zijn mensen die hebben 1 miljoen. Dat vind ik zelf echt insane. Ik denk niet dat ik 1 miljoen ga halen. Misschien sowieso wel 100.000. Maar ik denk dat dat ook wel dan mee stopt. Want dan gaan we ook problemen krijgen en dat soort dingen. En ik zie dat heel veel mensen al dik aan het upgraden zijn. Daar ook al van. Nou, die hoeft niet. Ja, de huizen die hier staan. Het wordt een beetje best wel groot hier ook. Ook downtown hier, dat is echt insane. Zoals je ziet, het is echt ongelooflijk. Ja, we tikken zometeen, we hebben gewoon 5.000 per keer. Dus we tikken echt een bedrag aan die echt zo insane hoog is. Schrik je gewoon van. Nou ja. Het is natuurlijk hier smoordruk. Zo weet je. Hier wordt nog volop gebouwd, zie ik. Hier zijn mooie bomen. Hier kan ik letterlijk ook van die fabriekse dingen opzetten. We gaan volgende keer ook bezig met districts bouwen. Dus dat zijn eigenlijk meer of meer dingen van dat je echt kan zeggen. Oké, dit district is bijvoorbeeld Zuid, Oost, Noord. Wat kan je op Noord doen? Noord is heel veel bedoeld voor ja, transport, dat het gratis is of zo. Of dat soort dingen.
Dat gaan we dan weer niet doen. We gaan niet transport gratis maken, want dan krijg je gewoon echt problemen. Want dan verlies je ook en heel veel geld. Maar de mensen zijn wel een stuk blijer, maar je verliest gewoon heel veel geld. Nou, we moeten zorgen dat we juist geld erbij krijgen. Voor de rest gaan we ook even hergroeperen hier op dit stuk. Want dit stuk is gewoon heel erg apart, want blijkbaar fikt hij alles af. Hebben mensen hier met heel veel garbage problemen. Dus we hebben een stukje garbage hier ook weer. Dus dat gaan we ook even direct even oplossen, de garbage problemen hier. Ik pas er even heel redelijk wat van deze dingen hier. En dan hebben ze in ieder geval, kunnen ze in ieder geval niet zeuren over garbage. Zo. We hebben weer een stuk extra garbage erbij. Dus nou, deze rijden ook gewoon door de hele stad heen trouwens. Dus in ieder geval is het niet erg. We gaan ook volgende keer kijken wat we gaan doen met de not enough goods to sell. Dus ja, dat gaan we dus ook probleem krijgen. Dat we niet genoeg goods hebben om te verkopen. Nou, dat ligt dus ook deels ook hier aan. Dus wat we gaan doen is volgende week ook hier een deel in industrie maken. Zodat zij weer genoeg goods to sell hebben. En dat wij hier weer gewoon gas kunnen geven. Nou, we gaan dus even kijken wat we hiermee gaan doen. En uiteindelijk kunnen we dan je mensen helpen met te zeggen van, ja, oké, je hebt niet genoeg goods to sell. Kom maar hier. Not enough workers zie ik hier staan. Not enough workers. Garbage has spilled up. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Die garbage gewoon heel vol raakt iedere keer. Ja, we hebben gewoon echt garbage problemen in dat opzicht. Dus ja, die moeten we gewoon echt gaan bijbouwen nu. Ook. Die. Mensen zijn er niet blij mee dat ze erachter gaan wonen, maar het is niet anders. Die garbage die is gewoon veel te vol. We hebben gewoon dat op zich hebben heel veel, ja, garbage processie status. Ja, zoals je ziet is het gewoon verschrikkelijk veel. Ja, het is gewoon zo huge per week dat het gewoon op een gegeven moment te vol raakt. Dan produceert het eigenlijk niet helemaal lekker ofzo. En dan bedank ik jullie hartelijk voor het kijken. Abonneer voor meer. En dan is het tot de volgende keer. Doei doei!